Oké, begrijp me niet verkeerd. Dit is absoluut een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Dat de hedendaags nog steeds wordt gediscrimineerd is ronduit belachelijk en onbegrijpelijk. Daarom is het supergoed dat jullie zijn gaan staan. Dat jullie stem hebben laten horen. Dat jullie dingen aan de kaak stellen. De mensen die wij vroeger zagen als helden. Wat ons geleerd is op de basisschool. Dat blijken de grootste tirannen aller tijden te zijn geweest. Het is goed dat dit aan het licht komt. Maar dat hele Zwarte Pieten verhaal, het is een gloeiend hete discussie. Ik dacht eerder ook, want het spreekt voor zich. Dus het lijkt zo te zijn. Een witte man met zwarte helpers om hem heen. Het lijkt white supremacy. Maar ik kwam onlangs iemand tegen. Zijn naam is Arnold Jan Scheer. Hij is auteur van een aantal boeken. Hij is journalist, hij is documentairemaker en hij heeft het hele Sinterklaasverhaal tot op de bodem uitgezocht. Hij is naar de meest afgelegen plekken van de wereld geweest waar geen invloed is geweest van grote machthebbers. En op dat soort plekken wordt ook nog steeds dezelfde traditie in stand gehouden. Het is een witte man met een witte baard, een oude wijze man met donkere helpers om hem heen. Het is een eeuwenoude traditie die nou, waarschijnlijk tienduizenden jaren teruggaat in onze geschiedenis. Het staat aan de, ja, aan de wieg van de mensheid. Het heeft alles met de human family te maken. Ik heb de eer gehad om deze man te interviewen, Arnold Jan Scheer. Ik hoop dat velen naar dit verhaal willen luisteren. Ik hoop eigenlijk dat iedereen naar dit verhaal wil luisteren. Het gaat naar de ongrond van ons menselijke bestaan. Zet je vooroordelen aan de kant. Zet je wraakgevoelens aan de kant. En laten we op zoek gaan naar de waarheid. En de waarheid spreekt voor zich. En dan kunnen we het hopelijk ook in waarheid oplossen. En dan in respect bij elkaar komen. En gewoon samen op deze prachtige aarde wonen. En samen creëren. En dat is volgens mij wat we allemaal willen. En laten we niet in ideologie een hele cultuur kapot maken als het niet nodig is. Ik laat dit interview voor zich spreken. Geniet van dit gesprek. Arnold, welkom. Ik zie een rode draad door al jouw werk lopen. En dat is jouw belangstelling voor excentrieke figuren. Hoe bent u vanaf dat pad in aanraking gekomen met het Sinterklaas en Zwarte Pieten verhaal? En hebben die twee misschien iets met elkaar te maken? Ja, ze hebben nog een verbindende factor. En dat is magie. Magie is een Persisch woord. Het opvallende is bijvoorbeeld dat in Spanje de drie koningen, de drie magi genoemd worden. Nog uit Persische tijden stamt dat. Mm. En magie is dus eigenlijk het link naar het voorchristelijk geloof, naar het shamanisme. En dat is ook een gemeenschappelijk thema. Dat is ook de excentriek. Is een soort shamaan, is een soort boodschapper. Nee, allebei, hè. Sinterklaas en Zwarte Piet komen uit een shamanistische wereld. Op het moment dat het christendom hier voet aan de grond kreeg in Europa, toen heeft die bisschop die taak overgenomen. Waarom? het heeft alles met macht te maken. Die oude grijze man die geen bisschop is, die vind je ook weer op andere plekken die verder weg liggen, zoals bijvoorbeeld Tsjechië. We zien nu de voorbereidingen voor het vieren van Gagan.
aan het einde van de maand december. Tijdens Kagan krijg je te maken met vier figuren. De eerste is een oude wijze man met een grijze baard. De tweede is zijn bruidgom, een jonge vrouw. De derde is een zwart gekleurde man. Zwarte knechten. En het is een volksgebeuren. Pre-islamitisch, pre-christelijk. Of Iran, ofwel Persië. Begroet eigenlijk die mensen en dan zeg je gelukkig nieuwjaar. Ja, ik ben zelf eigenlijk dwaas, zeg maar dwaze. Clown die dwaze is ook en Zwart Piet is ook zo. Die oude man, waarschijnlijk stelt hij verleden voor. Hè? Die jonge bruid, dat is dus de vruchtbaarheid die nog komen gaat. Zoals wij het vieren, daar ligt de nadruk op continuïteit van het leven. Het leven duurt voort. Dankzij de vruchtbaarheid, dankzij het overwinnen van licht op donker. Kijk, de Alpen is het een bok, hè? Is het de duivel. De duivel is dus een demonisering van het oude geloof. Wat een bok is een vruchtbaarheidsdier. Fertility ritual, and you could end up being pregnant. And quite often I've had people come the following year with a little baby. Geschenken zijn bij ons, iPads en allerlei gadgets. Ja. Maar in dat soort landen zijn het nog gewoon origineel wat het waren, kiemen. Ofwel sinaasappels, appels, noten. Ja, het is een zaaibeweging. Het strooien met noten betekent ook vruchtbaarheid voor het komend jaar. Omdat noten eigenlijk zaden zijn waarin weer nieuw leven groeit. Ja, precies. Het zijn kiemen. En in Afrika doen ze het dus ook. En daar sminkt zich wit, zag ik. Ja, klopt. Dan zit het andersom. Ja, natuurlijk is dat wel een conclusie. Het moet behouden blijven, omdat het... De inheemse bevolking van Europa geloofde dat het zwart maken van het gezicht geluk bracht en vruchtbaarheid en genezing. Black thing that they do. This is like to wish you good luck for the rest of the year. Maar hoe kan dan Zwarte Piet getransformeerd zijn in een moor? De moor van tegenwoordig die we zien met het pakken en alles. Ja, dat is een heel apart aspect eraan. Het was een strijd tussen moslims, toen al, en christenen. Moren zijn eeuwenlang in strijd geweest met het katholieke Europa. Dus dat koppel wat je ziet, die bisschop en moor, die verbeelden eigenlijk die aloude Europese strijd tussen christendom en islam. Dankzij deze heilige Mauritius was eigenlijk iedereen in Nederland wel bekend met afbeeldingen van Moren. En hem kom je ook regelmatig tegen op schilderijen. 15e, 16e eeuw. En op een gegeven moment was hij de schutspatroon van het Heilige Roomse Rijk. En hij was dus een held. Echt met cultstatus. Die Moren hadden ook iets heel... voor hen ook... Het waren handelspartners ook. Ze waren dus niet alleen vijanden, maar ze waren ook handelspartners. En eigenlijk is Sint-Nicolaas het symbool van het christendom. En de Moor is de Zwarte Piet, de Moor is dus een symbool geworden van de islam. En zij zijn dus eigenlijk een samenspel aangegaan in Nederland. En dat is weer gegaan via Italië. In Italië heb ik gefilmd dat Sint-Nicolaas aan de ene kant duivels heeft, van die
Dus die voorchristelijke figuren. Aan de andere kant heeft hij Moren. En die Moren zijn juist degene die de geschenken brengen en die Sint-Nicolaas helpen. Mm-hmm. Daarom is Zwarte Piet in Nederland een helper van Sint-Nicolaas geworden. Mm. En niet een ondergeschikte. Mocht je hier meer van willen weten, mocht je meer van willen zien, ga naar Arnold Jan Schiers zijn YouTube kanaal. Dan vind je allerlei video's van verschillende formaten over dit fascinerende onderwerp. Daar kan je echt live de ceremonies bijwonen. Dan kan je zien hoe het eraan toe gaat. Ook vind je korte video's, echt van 2 à 3 minuten, die echt heel toegankelijk zijn ook voor andere mensen. Die je makkelijk kan delen. Dus ik raad aan, als je dit belangrijk vond, en naar mijn mening is dit echt super belangrijk, deel het met zoveel mogelijk mensen. Deel het met platforms, met influencers, noem maar op, zodat we hopelijk deze onnodige discussie, deze onnodige strijd uit de wereld kunnen helpen. Alle links vind je in de beschrijving. Mocht je meer van mij willen weten, je kan mij vinden op de social media's ook. Mijn naam is Chris Velting. Ik deel allerlei soorten content. Ik wil gewoon weten wat waar is. En de waarheid is altijd bij de bron te vinden, bij het hart. En vergeet Arnold Jan Schiers niet op te zoeken op internet, op YouTube. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Bye bye.